Nou, goedemorgen deze morgen. En het is een hele goede morgen. Want jongens, even recht tegen de zon in filmen. Het is gewoon echt. Het is gewoon echt geweldig weer. En in tegenstelling tot gisteren, geen wolkje aan de hemel. Kijk, en dan is het... Goh, hoe heten die bomen nou, joh? Eucalyptusbomen, volgens mij. Dat zie je aan die bast, daar, waar al die mooie vellen aan hangen. Nou, ik heb inmiddels gedoucht. En ik ben onderweg naar het winkeltje. Dus ik ga even broodjes halen. Voor het ontbijt of voor tussen, ik denk voor tussen de middag. Ik zeg ontbijt lekker met een yoghurtje. Dus lekker even onderweg naar het winkeltje. Het is vroeg, het is bij mij natuurlijk een uurtje eerder dan bij jullie. Ik stond om 8 uur onder de douche, 8 uur Portugese tijd, 9 uur bij jullie. Dus klinkt als een normale werkdag. 1, 2 and 1, please. Ja. Ja? En another one. En de brown one. Yeah, thank you very much. Yeah. Thank you. Obrigado. Ciao. Ciao. Eucalyptusbomen. Kijk, en daar hangen die. Die. Als velletjes. Kijk, hier hangen ze. Dat zijn echt hele vellen die van die. Van die stammen afkomen. En ze hebben best bijzondere. Zaadjes. Kijk, en hier zijn de dekseltjes er al vanaf. Wat dat nou is. Ja. Ik heb me laten vertellen. Ik weet niet of dat klopt hoor. Dat koala's alleen die blaadjes van die eucalyptus eten. En dat ze daar ook een beetje high van worden. Maar dan moet je wel heel veel op die blaadjes kauwen. Maar ja, als je alleen maar eucalyptusblaadje eet. Maar goed, daar, ik heb hier nog geen koala gezien. Maar wel heel veel campers. Nou, ik ga maar eens heel rustig de dag beginnen. Het is hier vrijdag, 2 december. En ik heb zometeen een zakelijke meeting. Eventjes een Zoom-meeting, of Teams volgens mij. En ik heb nog wat werk te doen. En vandaag is het plan om te gaan verkassen naar het zuiden. Dus... richting het meest zuidelijke puntje van Portugal, het meest zuidelijke. Dat is Cabo São Vicente. Daar wil ik heen vandaag. Maar het is ook wel heel mooi weer om te blijven staan. Dus, nou, als ik brood ga halen in het winkeltje, dan betaal ik altijd met cash geld. En ik heb een eigen potje waarin ik heb een potje waar ik die muntjes in bewaar. Ik spaar 50 eurocent en euromunten. En dat doe ik omdat je wel eens op plekken komt waar je dan bijvoorbeeld, als je aan de stroom gaat, dat je dan moet betalen met 50 cent, zeg maar. Dus ik heb echt een apart bakkie waar ik alle munten in doe. En daar betaal ik dus ook altijd mijn broodjes van. Nou, verder even een rondzwaaier in mijn hutje. Kijk, het is een gouden rommeltje hoor. Het is gouden rommeltje in die camper. Dus, maar het voordeel is ook dat het ook weer heel snel is opgeruimd. Dus dat ga ik nu even doen. Kijk, zo ziet het er nu uit. En dan doe ik dit. En daar staat er zelfs een lekker ontbijtje voor me klaar. Kijk dan. Met een vers gezet bakje koffie. Nou, hoe mooi kan het leven zijn. Nou, om buiten te gaan zitten, dat is net even het frisjes. Kijk, dat kan je hier zien. Dat zeg ik wel, kan je hier zien. Hierboven kan je dat net zien. 10. En het spiegelt. Je moet van mij maar aannemen dat buiten 10 graden is. Ik sta natuurlijk aan de stroom, dus hier valt niks aan te zien. Volle bak.
En ik verbruik ook helemaal nul. En dat is best bijzonder. Dat heb ik niet zo heel veel. En ondertussen gaat er toch nog 2 ampère in. Nou, in principe werken die zonnepanelen, die laadregelaar, die regelt dat. Dat heet een MPPT. Dat is een laadregelaar. En die staat tussen je zonnepanelen en de accu. En die MPPT-regelaar die zorgt dat de zonne-energie zo efficiënt mogelijk in die Super B-lithium batterij komt. Nou, als die op 100% staat, dan zegt die MPPT van nou, dan hoeft er niks meer bij. Dus dan druppelt die hooguit af en toe zo'n beetje erin. Maar eigenlijk niet. Dus dat. En ik ga lekker ontbijten, jongens. Even de camera recht zetten. Ik heb trouwens een geweldige avond achter de rug. Het restaurant zou hier open zijn, zeiden ze op de receptie. Hier op de receptie zijn het wel prutsen zo, jongens. Eerst met die aankomst, met dat plekje B28 waar al iemand op bleek te staan. Toen B31 waar de stroom van stuk was en waar toen zogenaamd nog een klant moest komen. Ze waren gewoon te belazerd om een techneut te sturen. Ja, zet die gast maar op een andere plek. Dat, ik ken die grappen. Ik heb zelf ook op een camping gewerkt, een poosje. En dan ook nog zeggen, ja nee, vanavond is het restaurant open, maar morgen. Dus dat was ook gewoon dicht. Dus zeg dat dan gewoon, weet je wel. Maak het dan niet mooier dan het is, flauwekul. Dus, maar ik ben dus het dorp in gewandeld, dat was ik aan het vertellen. En op 5 minuten lopen, nou dat is niet waar, een kwartiertje lopen door het dorp heen. En veel restaurantjes trouwens hier, in een soort winkelstraat. En daar sprak ik, daar liep een Engels stel. Ik denk, dat is een grote Portugees. Dus die sprak ik aan, en Engels inderdaad. Ik zei, joh, ik kom hier net aan, wat is een beetje een knap restaurant? Hij zei, wij gaan altijd daar eten. Dus, nou dat heb ik dus ook gedaan. En het was druk, jongen, echt. En het restaurant er tegenover, groot voetbalscherm, zat echt geen kip. En dat restaurant wat die Engelsman aanwees, nou, bijna helemaal vol. Nou, dat was ook wel duidelijk. Schalen, schelpdieren, vis. Ik wilde voor de sardines, maar die waren er niet. Hij raadde me de dorade aan. Ik zeg, wat eten die gasten daar? En die zaten aan een schotel met zo'n grote krab. Echt zo'n jongen. Dus die heb ik even voor 1 persoon besteld. Met frietjes erbij en salade. Nou, lekker gegeten, man. Alleen ja, dat is een avondvullend programma. Ik had mijn camera niet meegenomen. Want ik was eigenlijk al een beetje klaar met filmen. Dus ik had hier vanmiddag natuurlijk al afgesloten. Maar ik kan je nog wel even die foto, die stuur ik al even naar Jos. Misschien kan hij er even overheen zetten. Nou, echt fantastisch gegeten. Maar het is natuurlijk wel een gepriegel, hè, met zo'n krab. Maar ja, ik had een flesje witte wijn per ongeluk bijbesteld. De glazen waren op. Ik denk, nou, doe dan maar een fles. En dus ik heb me eigenlijk wel vermaakt, moet ik eerlijk zeggen. En gelijk ook reacties zitten kijken op de vlog. Dus leuk dat er ook zoveel begrip is van mensen die zeggen, ja nee, we snappen het wel, dat je in het weekend ook een keer vrij wil zijn. Ook mensen zeggen, wat moeten wij dan doen in het weekend? Ja, goede grap natuurlijk, geweldig. Nou, het is hier vrijdag. Ik ga mijn ontbijtje eten en alvast even mijn vergadering voorbereiden. Want dat komt er zometeen ook aan. Leuk, zin in. Gaat over Camp2Go, dat tv-programma en de website waar ik voor werk. Dit weekend weer, hè. Het duurt nog tot, even kijken, dit is nou 2 december. En die uitzendingen duren nog tot en met kerstavond van Camp2Go. En dat is wel grappig. RTL vindt die aflevering van Camp2Go zo leuk dat wij herhalingen krijgen. Dus zelfs de eerste serie wordt af en toe nog uitgezonden. Als ze een gat in de programmering hebben, dan worden wij erin gezet. En dat is niet omdat het zo'n saai programma is, zeg maar. Dus dat kunnen we best wel als een compliment zien. Nou, tot zover. Kijk nog even een keer naar de Camp2Go op RTL 4. Zaterdag om 5 uur. Zondagochtend vanuit je mandje om 11:30. Als je een lekkere lazy Sunday hebt. En bezoek die website ook eens. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik ga ontbijten en mijn vergadering even voorbereiden. Ja, helemaal mee eens. Hey, jongens, fijn weekend. Yo, dag. Nou, de vergadering zit erop, jongens. Leuk om, om die mensen weer te spreken. Dan merk je ook, als je lang weg bent, dat je zelfs zakelijke relaties gaat missen. Hè? Mooi gesprek. En straks weer eventjes met Jos bellen. Zo, kijken waar die uithangt in Zuid-Duitsland. Maar ik ga ondertussen wel mijn camper eventjes reis klaarmaken. Ik ga mijn spulletjes
opbergen, alles storm vastzetten en ondertussen ook alvast even de camping betalen. Want het is mooi weer, maar ik ga lekker naar het zuiden. En dan kies ik een mooie route uit langs de kust, golven kijken onderweg. En dan gaan we eens kijken of we wat we verder kunnen afzakken in de Algarve. En daar heb ik nu al zin in. Zo, ik heb ondertussen afgerekend. Ik heb hem van de stroom afgehaald. Hij staat nog op zijn pootjes. Toiletcassette gedaan, weet je wel. Ik zorg gewoon dat hij helemaal leeg en klaar is. Watertank is nog hartstikke vol. Vuilwatertank hartstikke leeg. Dat heb ik natuurlijk van de week allemaal gedaan. En ik heb gewoon daar op de camping gedoucht. Dus dat scheelt enorm. In de watervoorraad. En ik ga nu de Starlink eraf halen en de laatste dingetjes doen. Dus misschien vind je het leuk om te zien hoe die Starlink, Starlink opberg. Dan laat ik je gelijk alle onderdelen wel even zien. Nou, de Starlink die staat dus boven op mijn dak. Maar voor ik hem nou van het dak afhaal, moet ik hem eerst parkeren. En dan denk je parkeren, ja. Hij staat natuurlijk nu op de satellieten afgesteld. En om hem op te bergen moet hij in een bepaalde stand staan. En dat doe ik met deze. Dat is alleen jammer dat je dat nou niet tegelijk kan zien. Even kijken hoor. Dat laat ik je hier zien. Kijk, in die Starlink app. Even poetsen. In die Starlink app zit een afdeling instellingen. En daar kan ik kiezen voor, het is nu inmiddels Nederlandstalig geworden, kan ik kiezen voor opbergen. Op het moment dat ik dat doe, ik laat het toch even zien. Kijk, let op, zet ik even mijn camera hier neer. En dan druk ik nu op opbergen. Nou, zoals je ziet, zet hij hem dan in een rechte stand, waardoor hij ook heel makkelijk in zijn opbergdoos past. Nou, ik ga hem naar binnen halen en dan laat ik je dat stap voor stap even zien. Nou, daar is hij. Kijk, en dit is dus de voet. Maar ja, dat snap je zelf ook wel. Die kan ik eraf klikken. Dat is onderdeel 1. Dan leg ik hem eventjes netjes neer. Kijk, en dan haal ik ook de kabel eruit. Kijk, in de voet zit de kabel. Die haal ik eruit. En dat doe ik zodat ik die kabel netjes kan opbossen. Nou, dat past er ook echt allemaal precies in. Want als het niet precies past, krijg je je doos niet dicht. Kijk, daar gaat de antenne. En dan heb ik hier weer een of ander vaag plastic ding. Wat tegen zijn pootje aan moet. Ik hoop dat je dat trouwens ziet hoor. En dan past dit weer precies in de uitsparingen. Kijk, laat ik even zien. Ik weet niet of je dat anders ziet. Kijk, past hij er precies in? Nou, dan gaat daar weer. Ja, het is echt een toestand. Dan gaat daar weer dit plasticje overheen. Hop, dan de stroomkabel. Hartstikke idee. Nou, dan de laatste afdekker. Gut. En dat was het. Nou, en je ziet hoe oud dat die doos ondertussen is. En je hebt daar hele handige opbergsystemen voor. Dat is een soort rugzak waar die in past. Van Starlink zelf. Maar die kost bijna €300 voor een rugzak. Dus, maar goed, misschien dat er toch nog wel een keer van komt hoor. Want die doos die begint zachtjes aan een beetje uit elkaar te vallen. En er zijn ook van andere bedrijven zijn er oplossingen, maar die zijn nog duurder dan die Starlink. En groter, hè? Want dit is best wel compact opgevouwen. En die grotere dingen, die zijn, nou, daar wordt echt een koffer van, heb ik jou daar. Dus die Starlink rugzak is eigenlijk de meest slimme manier om hem op te bergen. Maar ik hik nog wel een beetje tegen die €300 aan voor een rugzak. En altijd even checken voordat ik een deurtje dichtklik. Want dat zou echt iets voor mij zijn. Hoppa. Nou jongens, de route. Ik
volg toch gewoon de route. Want ik was eigenlijk... Oh, wat een golf, joh. Sorry, pap. We gaan stoppen. Ik ben echt een kwijt. Ik ben echt een minuut van de camping af. En ik zie hier weer golven, man. Echt. We gaan even kijken, hoor. Dat kan gewoon niet anders. Nou, kijk even met me mee. Eén straatje uit en ik zie dit, jongens. En dan moet je toch gewoon weer stoppen, hè? Ik weet niet wat dat is, hoor. Kijk even naar mijn schaduw. Kijk dan. Nou, dit wil je toch gewoon zien, hè? En op zo'n moment denk ik dan meteen, is het nou wel zo verstandig, DW, om verder te rijden, hè? Kijk even hier. Een strandtentje, ziet er hartstikke gesloten uit. En dan dit uitzicht. Even opletten waar ik loop. Qua stenen op mijn teenslippers. Maar kijk dan even, jongens. Kijk even. En daar in de verte ook, hè. Daar heb je een stadje. Er zit ook wat industrie met de bruggen. Het is toch geweldig, hè, dit. Wow, ik vind het zo mooi. Nou, ik sta ook keihard in mijn eigen schaduw te filmen. Dus voor de puristen onder ons, dikke sorry. Geweldig. Gewoon zonde om hier te vertrekken. Even een foto maken. Nou ja, we moeten helemaal niks. Maar we gaan wel gewoon verder. Ik wil echt naar het zuiden. En het zuidelijke deel van de Algarve. Het is tenslotte hier nu, 2 december. Dus het wordt ook wel een beetje tijd, hè, om het, richting Spanje te gaan uiteindelijk. Maar zover zijn we nog lang niet. Wat heerlijk, man. Wat heerlijk. En wat een... Dit snap je wel, hè, dat ik hem dan even op de handrem gooi, toch? Ik heb weer, dat is wel lastig kijken, hè, vanuit de koffiecorner. Maar jongens, ik ben bijna bij mijn bestemming. En even boodschappen gedaan bij de Intermarché. Voordat ik nou ga rijden, berg ik dat even op in die wagen. Want ik heb geen zin om met bederfelijke water rijden. Het is hier trouwens lekker weer, man. Ik had net 24 graden op mijn dashboard staan voor buiten. En bij jullie vriest het. Sneeuw hoor ik zelfs van Jos. Dus ik ga even de koelkast vullen met allemaal lekkere dingetjes en gezonde dingen, jongens. Hier, kijk eens. Kijk, jongens, even blond, dan gaat toch gelijk de koeling in. Cashewnoten en amandeltjes voor het ontbijt en een hele
en een hele op houtskool gegrilde kip. En die zit hierin, die is nog warm. En die parkeer ik even hier. Hartstikke idee. Want ik heb nog niet geluncht. En het is ondertussen toch al best wel aan de latige kant. En ik was te laat bij een lunchadresje langs de weg. En ik had geen zin om zelf een broodje te smeren. Wat erg, hè? Alle rommel opgeborgen. Kastjes zijn bijna allemaal dicht. Kijk, deze nog. En dan kunnen we weer verder. Nou, en ondertussen heb ik natuurlijk van Jos een seintje gekregen. Dat mijn vlog online staat. En dat is voor mij het teken om die beschrijving eventjes actueel te maken. Dus er staat bij elke video staat er natuurlijk een beschrijving. Ja, die maak ik natuurlijk zelf. Dus ik ga nu nog even zitten tikken om die beschrijving in orde te maken. En dat doe ik op YouTube Studio. Dat heeft Jos me allemaal haarfijn uitgelegd. Dus dat ga ik nu doen. Dus nog even tikken en dan kan ik weer door. Zonnetje. En nou, gelukkig heb ik de buffel gedraaid gekregen. Ik vind het toch wel spannend. Het ding weegt toch bijna 5 ton. En zeker met dat kleiige, die kleiige ondergrond, dat onverharde hier en daar. Dus hier achter me, daarboven, daar was het echt duidelijk droger. Dus ik ben blij dat daar gelukt is. Maar goed, wat ik net al zei, jongens, ik sta hier helemaal in mijn eentje. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik ben blij dat ik die beslissing heb genomen. Ik draai lekker om. Daar beneden bij het strand, ook een woest mooie plek. Ga ik ook nog even kijken. Daar is een spot waar een stuk of 5-6 campers stonden. Heb ik net verteld volgens mij. Dat voelt dan toch wat meer oké dan hier echt in de middle of nowhere. Dus dat. Dus ik ga even een mooi plekje zoeken voor de overnachting. Is natuurlijk wel heel gaaf. Maar goed, er stond ook wel een bordje verboden voor campers, verboden voor caravans. In Park for Night staat, ja, de politie kwam langs, we werden niet weggestuurd. Zo, plakker. Ja, wat doe je dan, hè? Kijk, de plek is geweldig. Kijk, daar staat mijn vakantiebuffel. Moet je kijken, hé. We gaan eventjes dat pad aflopen. Dit is wel spannend hoor jongens. Het is nog een beetje onverhard, een beetje modderig. Het is de goden verzoeken zou Jos zeggen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de goden verzoeken. Maar kijk even naar dit uitzicht. Kijk, je kan hier nog ietsje verder naar beneden. En dan komen we bij de Klif der Kliffen. Kijk, hoppata. En hoe ziet dat er dan uit, jongens? Nou, dat ziet er dus zo, hoe ziet dat eruit? Daar in de diepte, de kolkende zee. En dan gaan we langzaam omhoog. En dan zwaaien we even die oceaan af. Goeiedag zeg. Wat een prachtige plek. Ik heb ondertussen wel een beslissing genomen jongens. Ik blijf hier niet staan. Ik ben de enige camper hier. Achter een bord verboden voor campers, verboden voor caravans. Ik sta hier met als enige koelkast. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Ietsje verderop, daar beneden bij het strand, er staan een stuk of 4, 5 van die dingen.
Dus ik ga lekker daarbij bij staan. Dan voel ik me toch wat zekerder dan hier echt in the middle of nowhere. Maar wat een geweldige plek zeg. Echt fantastisch. Park Fortnite. Ik ga eens even kijken of ik daar wat meer informatie over kan geven aan jullie. Maar eerst terug naar de camper en daar staat hij. Je ziet het ook voor me, dat is met de camera die op het dashboard zijn. Maar moet je eens kijken wat een schaduw ik voor me uitwerp. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Maar kijk toch even jongens, die blauwe lucht en die prachtige wolken erin. En daar op de achtergrond, maar dat zien jullie niet. Dus ik zie het wel, die branding. Die hele lange rollers. En die kliffen daar op de achtergrond daar. Ja, echt. Wat een gebied, joh. Het heet hier Bordeira Beach. Praia, strand. De Bordeira. Praia de Bordeira. Bordeira Beach. Dus, ja, het is wel helemaal geweldig. Ik blijf hier een paar dagen staan, denk ik. Ik heb er in ieder geval rekening mee gehouden met boodschappen, met volle accu en lege toiletcassetten. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Campertje ook. Nou, jullie kunnen het nog niet zien. Maar daar beneden, nou, je ziet daar plassen van de zee, van de hoogwater ongetwijfeld. Maar daar achter dit hobbeltje, daar zie je nog net een parkeerplaats. En daar staat een rollerteam zo te zien. En een bussie. En dat wordt mijn overnachtingsplek. Een Corrado. Nou, dat is toch een. Dat lijkt mij een betere plek om te overnachten dan daar helemaal bovenin in mijn uppie. Op een plek waar dikke borden staan verboden voor campers en caravans. Nou, jongens, ik sta. Ik ben niet de enige, zoals je ziet. Net met de Poolse buurman staan kletsen. Komt hij voor de tweede keer, zijn eerste nachtje nu. En die vertellen dat je daar over die. Dat er daar, je ziet het wel in de berg, dat er een wandelpad loopt en dat het dan ontzettend mooi is. Nou, dat hebben wij natuurlijk al gezien. Kijk, en hier. Oh, dit is toch ook fantastisch, jongens. Even kijken, hier kan ik niet staan, want dan zak ik tot mijn enkels in de prut. Dat was ik ook niet van plan. Kijk, daar houden we van, hè. Daar zit de vis in. Daar moet een vis zitten met zulke kringen. Maar we gaan even kijken of ik beeld kan maken waarbij die wolken een beetje reflecteren. Zie je dat? Dat is toch een plek, jongens. Nou, jongens, dit is dé plek voor een vrijdagmiddagborrel. Kijk die weerspiegeling in dat water, joh. En dan die bergen daar. De zon is al grotendeels onder. Die zit daar achter de berg. Kan je nog net een beetje zien. Maar dit is natuurlijk wel dé plek om de video van vandaag te beëindigen op vrijdag 2 december. Dit weekend hebben Jos en ik vrij. Geen vlogs. Ik ga natuurlijk wel gewoon filmen, want ik wil dat strand hierachter zien. Ik wil die golven zien en dat. Dus dit hou je allemaal van mij te goed. Ik ga gewoon filmen. En ik ga zo meteen even happy eten. Maar dit is wel het moment om jullie een fijn weekend vooral te wensen. Geef deze video een duimpje als je dat leuk vindt. Je doet mij er enorm plezier mee. Ik heb dat al eens uitgelegd. Ik kom daarmee hoger in de ranking, zodat mijn video door meer mensen gezien kan worden. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk even op dat belletje. Dan krijg je gewoon automatisch een seintje als er weer een nieuwe video online staat. Hartstikke bedankt dat je me volgt. Ik vind het echt super leuk dat jullie dat doen. En, en ik vind het leuk om jullie mee te laten genieten van Portugal. Het zuiden van de Algarve nog dit keer. En het heet hier Praia Bardeiro. Bardeiro zelfs. Dus, nou jongens, tot maandag. Gezellig dat jullie erbij waren.